bent jong en je sluit je aan bij de club van je vader, van je broer of van je vrienden. Zo begint het voor velen, lekker sporten voor je plezier. Maar als je veel talent blijkt te hebben, welke keuzes moet je dan maken? Schuif aan bij de tafel in Studio Globezundert. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâti de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Vanavond in de thee is gezet de Sportman Centraal. Hoe ben je gekomen waar je nu bent? Welke keuzes heb je gemaakt en welke keuzes wil je nog maken om verder te komen? Want zoals het bij elke sportman is, je wilt toch gewoon het hoogst haalbare. Waar liggen je ambities en wat zijn je doelstellingen op de lange termijn? Ed, onze gasten, die zijn? Onze gasten zijn Stan Godry. Wat ik begrepen dat dit je laatste jaar is als lid van het Rabo Development Team. Ja, volgend jaar heb ik ook nog wel een contract, maar het is in ieder geval mijn laatste jaar als belofte. Dus, Oké, helder. En welkom. Ja, dank u wel. Aan tafel ook Jurgen Arnouds, bekend als hoofdtrainer van Moerse Boys. Daarnaast ook oud-speler van diverse verenigingen. En we kennen hem ook als je in het zwembad De Wilder komt als zwembadonderwijzer. Jurgen, welkom. Ja. Het sportseizoen is weer even opgestart en de eerste wedstrijden zijn weer achter de rug. En voor een aantal jongeren is het een bijzonder moment. Het is namelijk de eerste keer dat ze met een sport in aanraking zijn gekomen. Stan, als ik bij jou mag beginnen. Hoe ben jij met je eerste sport als jeugdmanneke in aanraking gekomen? Ja, ik was altijd al heel fanatiek. Ik denk dat op de basisschool begint, dat je graag bij gym je best doet. En ik heb eerst allerlei sporten gedaan. Welke? Ik ben begonnen met atletiek. Daarnaast heb ik ook nog judo. Ik heb ook nog voetbal gedaan. En zo ben ik eigenlijk een beetje in het triathlon geraakt. Ik heb ook af en toe in het zwembad gelegen, maar dat was niet helemaal voor mij weggelegd. Nee, dat weet ik niet meer. Dat is al lang geleden. Maar, en toen bleek het fietsen bleek eigenlijk wel heel leuk. En zo ben ik eigenlijk via de krant gewoon bij de trappistentrappers terechtgekomen die met een jeugdgroepje begonnen. Oké, die trappistentrappers, hè, dat je die nu noemt, die rijden overal, zie ik ze rondscheuren. Daar hebben we nog een vraag voor je staan. Okay. Hallo Stan. Je hebt op jonge leeftijd al gekozen om veldrijder te worden. Ik ben zelf ook begonnen als jonge renner in het veld. Maar toch heb ik een stap gemaakt naar de weg, omdat ik daar meer uitdagingen zag. Je bent zelf ook een goede renner op de weg. Van waar de keuze op je jonge leeftijd dat jij echt voor het veldrijden kiest? Dus waarom die keuze voor het veldrijden? Dat is toch wel een opmerkelijke keuze zo jong al? Ja, ik heb er wel een tijdje over nagedacht natuurlijk. Ik ben eigenlijk vanuit junior heb ik eigenlijk alles gedaan. Vooral op de weg en in het veld. Toen ben ik eigenlijk bij het Rabobank Development Team gekomen. Zo ben ik eigenlijk nog vrijgelaten om te kijken wat... Dat je nog kon kiezen welk kant je op ja, nee, maar je nog voorkeur, de keuze kon maken. Je voorkeur is toch het veldrijden? Of ja, mijn voorkeur is nu maar het veldrijden. Maar waarom dat verschil dan? Wat maakt veldrijden nou leuker als de weg? Ja, ik vind de techniek van het veldrijden, de beheersing van de fiets in de bochten en dat de ene bocht heel glad kan liggen en dat er veel verrassingen liggen op zo'n parcours. Is dat bij de weg niet? Dat is ook wel zo, alleen dat is toch meer recht toe, recht aan en daar zitten minder bochten in en er komt iets minder techniek bij kijken en ook meer tactiek en zo. Dus ja, het veldrijden, dat ligt mij ook gewoon beter. En heb je die keuze zelf gemaakt of is die keuze dan door het Rabobank Development Team gemaakt? Dat die zei, daar liggen jouw talenten. Nee, die heb ik wel zelf gemaakt. Kijk, je weet van jezelf heel goed waar je talenten liggen. Wat je wel goed kunt en wat je niet goed kunt. Maar ook wat je wel graag doet en wat je misschien iets minder graag doet. Oké, is het dan ook de afstanden die meespelen bij je? Ik bedoel, wielrennen, dan praat je over vaak een 150, 180 kilometer. Ja. Ik weet niet hoe dat gaat in veldrijden. Ja, de wedstrijden bij ons nu in de categorie zijn 50 minuten. Maar bij de profs zijn ze 1 uur. En dat is eigenlijk minder ten opzichte van het wegwielrennen. En dat ligt me wel, het explosieve en het kracht zeg maar, wat daar bij komt kijken. En op de weg is dat gewoon veel langer. Maar bijvoorbeeld in de zomer ga ik heel graag op mijn wegfiets nog de trainingen doen. Voor je
ja, conditie bij voor mijn conditie. En ik doe het nog steeds zo graag. En ik ga die als je het zo graag doet, wat zijn de kansen in alle eerlijkheid dat je naar die profwereld toegroeit? Die kansen die moet je in ieder geval grijpen als ze er komen. Maar ik hoop dat die kansen... Hoe schat je er zelf in? Het is heel lastig. Ik denk dat ik er wel tegenaan hink. Maar er zijn gewoon nog prestaties die ervoor moeten staan. En ik hoop die dit seizoen wel te kunnen bereiken. Is dat ook mede bepalend dat je bij deze ploeg mag blijven? Dat je voldoende resultaten haalt? Of hoe wordt dat gemeten? Kun je dat zo vertellen? Ja, er zijn gewoon eigenlijk wedstrijden waar alle top komt aan de start. Zoals? Europese top, wereldtop. Het veldrijden is vooral Europees. Maar dat is vooral eigenlijk België en Nederland. En die komen bij de wereldbekers en de Superstige en de B-post komen die eigenlijk allemaal aan de start. De wat zei je? De Superstige en de B-post. De B-post? Ja. Wat is dat dan? Dat zijn klassementen. Dat zijn dan 8 crossen, soms iets meer, iets minder, in een jaar. En daar worden eigenlijk... alle topstanden aan de start en daar worden eigenlijk vooral... Is dat voor jeugdigen of is dat voor jongeren of is dat ook voor professionals die ook in de Superstige mee rijden, die B-post? Ja, nee, dat zijn 2 losse klassementen. Okay. En daarbinnen heb je categorieën als nieuwelingen, junioren, dames, de belofte waar ik bij... Maar jij rijdt dus mee in die B-post? Ja. Cyclus? Ja, ja. En de Superstige en de wereldbeker. Oké. Okay. Ja. En hoe vaak rij je dan in een week? Of in 2 weken? Of hoe die wedstrijden zijn verdeeld over heel het seizoen. Van half september tot eind februari. En de ene week dan heb je bijvoorbeeld een wedstrijd van de B-post en de Superstige. En de andere week eentje van de Wereldbeker. Dat wordt eigenlijk helemaal uitgepland. En dan kun je dan ook je doelen stellen binnen die klassementen. Oké, waar liggen jouw doelen dan? Wat is voor jou, wanneer is voor jou een seizoen... Voldoende? Ja, vooral de wereldbeker. Dat wil ik me laten zien. Dicht bij de top 5, binnen de top 5. Gewoon constant laten zien. Zit er dat in? Ik hoop het wel. Een beetje feller zijn, ik hoop het wel. Vorig jaar is me ook een paar keer gelukt. Dus ik hoop nu gewoon constanter hetzelfde niveau te behalen. En hopelijk een paar uitschieters op de kampioenschappen. Oké, is dat afhankelijk van het parcours wat je rijdt? Dat je iets meer ligt dan het andere? Ja. En ook het weer is afhankelijk. Maar dat is zeker bepalend. Maar modder hou jij het meeste van qua techniek? Zoals je zelf zei? Modder qua techniek. Maar daar komt ook heel veel kracht bij kijken. En dan vooral ook bergop, bergaf. Dat ligt mij wel. Ja. Zit je dan ook op een sportschool aan? Zo? Doe je dat ook? Ja, dat hoort er ook wel bij. Doe je dat? Je zegt het zo voorzichtig. Ja, nee, maar dat doe ik ook wel thuis. En ik ga niet naar een sportschool of zo. En ik probeer die oefeningen thuis te doen. Ben je zo gedisciplineerd? En bij mezelf. Ja, ik denk het wel. Okay. Ja. Maar zoals je even vertelt, betekent het eigenlijk dat je het heel seizoen moet pieken dan. Omdat je op heel veel borden aan het schaken bent. Ja, klopt. Dat vraagt veel van een jong lichaam. Ja, klopt. Daarom probeer je ook aan het begin van het seizoen... voor jezelf te bedenken van wat kan ik aan en welke wedstrijden horen bij mij. Verschillende parcoursen. En daar pas je heel het programma op aan. En dat probeer je te volgen en je beste resultaat weg te zetten. Weg te zetten. Oké, okay. Ja. Dank je. In ieder geval dank voor dit gesprek. We hebben even tussendoor een nieuwe bijdrage van Matt Herijgers. Hoi, ik ben Matt Herijgers. Ik ben 13 jaar oud en ik woon in Zunder. En ik neem jullie op pad... tijdens de T is gezet. Waarschijnlijk hebben velen van u deze foto's al gezien in de Welborg, want ze hangen er al een paar weken. Maar wie is degene nou op die foto en wat doet hij? Het is Ronald de Reijgers en hij werkt als conciërge op de Sint-Anna basisschool en daar kennen de meeste mensen hem ook wel van. Hij heeft als sport rolstoel rugby. Ja, rolstoel rugby. Het is rugby in een rolstoel. Nou, ik zit hiernaast. Louis van den Berg. En Louis van den Berg is? Ik ben fysiotherapeut bij Vroeling en Partners. Dat is een fysiotherapiepraktijk in Zundert, in de Welborg, in het gezondheidscentrum. Ronald, die doet rolstoelrugby. Dus hij is nog steeds actief bezig met sporten. Terwijl hij toch nog een beperking heeft. Maar blijft het dan hetzelfde? Het aantal uren dat je moet blijven sporten of... Hoeveel uren dat je moet sporten hangt ook heel erg af van welke sport je doet en op welke intensiteit dat je een sport doet. Als je een partijtje tennis speelt en je gaat 1 keer in de week voor de lol met wat vrienden tennissen,
hoef je daar veel minder intensief voor te trainen dan dat als je echt op het topniveau van tennis in Nederland zit. Dus het is heel afhankelijk welke sport je doet en welke intensiteit je daarin in hanteert. Over hoeveel uren dat je daaraan moet gaan trainen, moet gaan sporten. Als je zeg maar een gemiddeld potje tennis speelt bijvoorbeeld. Ja. Hoeveel uur zou je dan moeten spelen ongeveer? Dat is toch heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Je hebt een aantal gradaties voor bewegen. Je hebt de Nederlandse norm gezond bewegen. Dat is 30 minuten per dag zou je dan actief moeten zijn. Je hebt een fit norm. Dat betekent dat je dan 3 keer in de week 20 tot 30 minuten actief zou moeten sporten. En als je een partijtje wilt tennissen, dan denk ik dat je met 2 keer in de week het tennissen zelf in principe al lekker aan het sporten bent. En Ronald die is erachter gekomen dat hij rolstoelrugby heel leuk vond. Ja. Hoe kom je nou zelf erachter of je een sport leuk vindt of niet? Of dat het wel bij je past of juist niet? Dat is een goede vraag. Dat is echt een kwestie van proberen. We zijn allemaal anders. Iedereen heeft andere hobby's. Iedereen heeft andere dingen die hij wel en niet leuk vindt. En om echt een sport te vinden die goed bij je past, is het gewoon eigenlijk het beste om eens te gaan proberen. Dus een proefles ergens te pakken om te kijken van, goh, hoe bevalt me dit nou? Geen frustratie meer. Gezond. Heel een lekker gevoel. Outfit. Nederlands kampioen. Lichaamsbeweging. Rolstoelrugby is zo leuk. Actie. Hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan, met plezier. Ik hoop je nog eens een keer terug te zien en misschien tot de volgende keer. Yes. Helemaal goed, maar we gaan eerst eens een beetje sporten. En nou vol, blijven stappen, maak een grote pas. Tandje bij kun je makkelijk nog hebben. Goed, kom ik over een half uurtje terug. Nee, laat me niet alleen. Hartstikke leuke bijdrage van Matt Herijgers, die u dit seizoen van de TSGZ ook vaker gaat zien. Ja, aan tafel Jurgen Arnouds. Jurgen, goedenavond. Het had je al een beetje geïntroduceerd. 42 jaar, gezinnetje, 2 kinderen. En sinds 3 jaar nu hoofdtrainer van de Moerse Boys, als ik het goed zeg. Klopt, derde seizoen. Ja. En wat ik graag wil weten van je, hoe is jouw carrière als trainer eigenlijk verlopen? Dus vanaf dat je gestopt bent met voetballen en dat je bent gaan trainen, hoe is dat gegaan? Toen ik gestopt ben met voetballen op selectieniveau, noem ik maar even, heb ik nog 1 jaartje wat recreatief gespeeld, maar dat was niet mijn ding. Dat bracht meer frustraties dan plezier. En toen ben ik op donderdagavond bij Moerse Boys mee de selectie gaan trainen geven. Ik had mijn trainersdiploma's op het CIOS gehaald toen ik 20 jaar was. Dus ik dacht eerst, ik ga kijken of wat ik er echt iets mee wil gaan doen, zelfstandig. En, heb je toen alle diploma's al gehaald? Ja, ja. Ik heb toen mijn trainercoach 1 gehaald, wat dat genoemd wordt. En dat is het ene hoogste voetbaldiploma, trainerdiploma in Nederland. Wat zit daar nog boven dan? Coach betaald voetbal, dan kom je bij de Louis van Gaals van deze wereld uit. Dus. Dus deze kun je tot aan de topklasse? Zelfstandig en hulptrainer betaald voetbal. Oké. Ja. Maar vertel even verder, want je was even ik onderbrak. Dus ik ben toen bij Moerse Boys een beetje leider, assistent training geworden, op donderdagavond de training meegedaan. En na 2 jaar kreeg ik echt het idee van, ja, hier haal ik mijn plezier, hier haal ik mijn voldoening uit. Ik wil op eigen benen gaan staan. Ben ik naar Wernhout gegaan, 2 jaar training geweest, 2e jaar gepromoveerd. Een jaartje schijf gedaan, ook in de 5e klas ook gepromoveerd. En toen kwam in de winterstop Moerse Boys vrij en daar gesolliciteerd en aangenomen. En nu het 3e seizoen, het 1e jaar gepromoveerd naar de 2e. U zegt het zo simpel, gesolliciteerd en aangenomen, zo werkt het dus. Zo werkt het in principe. Krijgt een brief of is een vraagje? In het begin van je carrière schrijf je brieven, later in je carrière word je misschien gevraagd. Maar, heb je veel gesolliciteerd of niet? Bernhard was de eerste club waar ik het voor geprobeerd heb en
dat is gelukt. Toen na 2 jaar weer kwam Moesterboys al vrij. Die hebben toen op dat moment nog een andere keuze gemaakt. Dus toen belde Schijf mijzelf op en het jaar erop kwam Moesterboys weer vrij. En zat ik sowieso gelijk bij de laatste drie en vanuit die laatste drie werd ik aangenomen. Okay. Wat ik me afvraag en is ja, hoe je dan kijkt naar wedstrijden. En dat vroeg ook iemand anders zich af. Daar gaan we nu naar kijken. Jurgen, wij hebben nog een aantal jaren samengespeeld bij Moesterboys. Als speler vond ik je toen al vooral tactisch sterk. Je was ook iemand die toen vaak al de lijnen uitzette. En ik denk dat dat voor een trainer fijn is om zo'n verlengstuk in het veld te hebben. Nu ben je zelf trainer en ben je daar de laatste jaren erg succesvol in, moet ik zeggen. Dat is volgens mij geen toeval. Maar ik denk dat je voor een groot deel te maken hebt met kiezen van de juiste tactische keuzes. En het wegzetten, het goed wegzetten van je elftal. Mijn vraag aan jou is, hoe bepaal jij je tactische keuzes en in welke mate ben je bereid om de eigen speelwijze en je eigen systeem aan te passen aan de hand van sterke en zwakke punten van de tegenstander? Ik ben benieuwd naar jouw antwoord en ik wens je komend seizoen uiteraard heel veel succes toe met Moesterboys. Nou, dat is een duidelijke vraag, Jurgen. Het zijn er veel, maar de vragen zijn van hoe maak jij je tactische keuzes en pas je jezelf de ploeg aan? Je hoort vaak verschillende speelwijzes, ook op tv en dat soort dingen. En voor sommige mensen is een bepaalde speelwijze is heilig en ik denk dat je het om moet draaien. Dat je eerst moet gaan kijken, zeker bij een vereniging als Moesterboys ook, wat voor spelersmateriaal heb je en daar moet je je speelwijze op aanpassen, zodat die spelers het beste kunnen renderen. Maar kon je dan bijvoorbeeld in Wernhout ook? Speel je nu met Moesterboys anders dan in Wernhout? Ja. En zo jou was dan het verschil? Ik speel op dit moment 4-3-3 bij Moesterboys met buitenspelers. En bij Wernhout speel ik 4-4-2. Buitenspelers zijn spelers die aan de lijn spelen tegen een directe tegenstander. Aan de lijn heb je wat minder mogelijkheden, moet je wat snelheid hebben. En ja, als je daar niet de juiste spelers voor hebt, heeft het geen nut. Want die moeten een speler uit kunnen spelen om weer iets te kunnen creëren voor andere spelers. En als dat niet lukt, dan staan ze daar maar een beetje doelloos en dan ben je eigenlijk 2 spelers kwijt. Ja. Daar schiet het niet op, inderdaad. Ja. En is het nu zo dat bijvoorbeeld nu speel je eerste klasse? Ja. Moet je nu meer aanpassen aan de tegenstander dan bijvoorbeeld toen je tweede klasse speelde met de Moesterboys? Ik vind dat je eigen altijd goed moet inlezen in de tegenstander. En sinds ik bij Moesterboys... En hoe doe je dat? Doe je dat alleen? Of? Nee, sinds ik bij Moesterboys trainer ben, heb ik daar iemand voor die de week voordat wij spelen tegen de tegenstander dan gaat kijken. Een Tony Bruin Slot van de Moesterboys. Zo iemand, ja. Heb je daar contact mee? En die legt jou uit van zo gaan we spelen? Dan krijg ik een analyse van 8 tot 9 A4'tjes waar een aantal basisformaties op staan. Oh. Waar standaard situaties op staan en waar per speler uitgelegd staat wat zijn sterke en zwakke kwaliteiten zijn. En vanuit daar ga ik mijn tactiek bepalen. Krijg je en eventueel iets anders met dezelfde speelwijze, maar iets hoger of iets lager op mijn veld spelen. Okay. En dat pas je wel als het kan was gebeurd dat je dan 4-4-2 gaat spelen dan bijvoorbeeld? Of, Nee, dat niet. Maar het gaat vooral met hoe snel ga je een tegenstander vastzetten. Dus met hoeveel ruimte kom je in je rug te spelen. Ja, oké. Okay. Dan wordt het alweer voor mij te technisch. Ja. Ik kijk heel graag voetbal, maar die bal moet rollen. Ja. En, maar eventjes door nu. Kijkend over een beetje het seizoen al heen. Vorig jaar toch mooi in de eerste klasse gebleven. Wat is de doelstelling van dit seizoen? Ja, ik pak daar meestal niet echt een plaats aan vast. Niet de safe. Nee, dat is niet safe. Maar ik vind dat juist het belangrijkste van een trainer. Ik wil elk jaar mijn spelers en mijn team ontwikkelen. En als je dat voor elkaar krijgt, dan komt het resultaat vanzelf. En vorig jaar zijn we er zeker blanco ingegaan, omdat de promotie onverwachts was. En ja, maar dan blijkt dat we ook met deze groep op dit niveau mee kunnen. En we willen gewoon eerste klas minimaal blijven. En daarbij wil ik de spelers ontwikkelen en dan gaan we zien wat het plafond is. Je zegt even een bijzinnetje, minimaal. Zit er meer in bij Moesterboys dan? Dat is afhankelijk hoe lang iedereen fit blijft, een heel jaar. Want de groep is niet zo breed als bij andere verenigingen. Maar dat is ook weer een bepaalde kracht in mijn ogen. Maar er zit nog steeds rek in. Als je ziet, op dit moment in dit seizoen staan we met de voorhoede van 2 jongens van 17 jaar. En ik heb 1 speler van 39 en dan gaan we naar 3 van 26 en dan gaan we naar 23, 22, 21, 20. Dus dat zijn zeker jonge gasten een leeftijd waarbij ze zich nog zeker kunnen ontwikkelen. En, jij was als voetballer altijd een vrij gepassioneerde voetballer. Probeer je dat ook over te brengen op jouw spelers? Ja, dat probeer ik wel over te brengen. Ja, het moet wel vanuit een bepaalde
ja, instellingen vanuit je hart komen om voor een resultaat te strijden. Ja. En ben je zelf ook nog ambitieus als trainer? Ja, ik ben op zich best ambitieus daarin. Ik zeg, je kunt op alle niveaus trainer zijn en plezier eruit halen. Maar ja, tot nu toe is de carrière goed verlopen en ja, wil ik ook wel zoeken waar... Elk keer een trapje hoger, dus, ja. Dus een vervolgstap zou zijn. Ja, zeg jij het maar. Ja, zeg jij het maar. Nou ja, nee, maar wil je dan hoofdtrainer zijn? Of zou je toch ambiëren om assistent van wie dan ook te zijn? Bijvoorbeeld nou ja, als je naar betaald voetbal kijkt. En ik heb ook wel eens vorig jaar tegen iemand van de krant gezegd. Van, nee, ik wou betaald voetbal worden, dat is niet gelukt. En ja, ik zou nog graag steeds van mijn voetbal mijn beroep willen maken. Of dat reëel is niet. Maar dan zit je eerder denk aan een assistent trainerschap bij een BVO. Maar je mag ook de top trainen, toch? Ja. Ja, maar ja, dan die zit er ook niet zo veel meer in de regen, wat hoger speelt als Moerse Boers natuurlijk. Dus, maar zou je dus voor jou, je bent nu hoofdtrainer, zou je de ambities zover willen reiken dat je zeg maar dus als assistenttrainer aan de slag zou kunnen bij een eredivisieclub? Mm-hmm. Ja, dat zou je wel doen. Dat zou geweldig zijn. Ja. Sporten is keuze maken, Mark. Ja. En hier en daar nog wat bij sturen. En als dat er enigszins kan. Om toch maar in de buurt van je doelstelling te komen. Een laatste vraag. En ik wil met Stan beginnen. Stan, talenten zullen altijd de top halen. Wat denk je? Daar ben ik niet mee eens. Ik denk dat er bij alle sporten, maar zeker ook bij wielrennen... veel discipline erbij komt kijken en ja, je moet er elke dag weer voor gaan, wil je de top bereiken. Dus, talent alleen is niet talent genoeg. Talent is alleen niet genoeg. Talent is heel mooi, maar er is meer voor nodig. Er is meer voor nodig. Ja. Jurgen, goede voetballers hebben een grote kans om ook een goede coach te worden. Nee, dat hoeft niet. Ze hebben vaak wel een streepje voor bij bepaalde clubs, maar trainer zijn is iets anders dan voetballer zijn en dat brengt, is een vak op zich. En dat wil niet zeggen dat een goede voetballer een goede trainer is. Is het jou meegevallen? Het is mij meegevallen, maar ik heb er ook een opleiding voor gedaan en dat hebben niet alle voetballers. Nee, dat klopt natuurlijk. Jurgen en Stan, hartstikke bedankt. Nou, het was weer een sneltreinvaart ging het. Ja, dames en heren, bedankt voor het kijken. De volgende uitzending is op vrijdag 31 oktober. Bedankt.